Hier zit ik bij Catharina Daas. Catharina, je hebt een boek geschreven, Vriendschap, een tweede ik. Catharina, is dat jouw eerste boek? Het is mijn eerste boek en ik schreef het op uitnodiging van de uitgever. Ja. Waarom heb je een boek geschreven over vriendschap? Want volgens mij is dat nog nagenoeg niet vertoond. In ieder geval niet op deze manier. Het is wel voor filosofen heel bekend, het onderwerp vanuit de oudheid. Ja. Aristoteles schreef er al over, de oude Romeinen waren er al mee bezig. Augustinus, Cicero, heel veel oude auteurs. Maar op deze manier bij elkaar gebracht is het nog niet. En zeker niet door een vrouw. Ja. Dus dat is het leuke ervan. Nou, je haalt Aristoteles al aan. Hè? Dat is een filosoof geweest. Je hebt ook zelf filosofie gestudeerd. Ja. Ja. Heb je het in het kader van die filosofie dit boek geschreven? Ik heb wel gebruik gemaakt van de geweldig mooie opleiding die ik heb mogen doen. Dus alle kennis die ik daar opdeed en die ik toe kon passen in dit boek, die is ervoor gebruikt. En ja, het ambachtelijke van heel veel dingen toch eenvoudig zeggen, met een hele diepere laag erin, dat heb ik geleerd. Ja, ik leerde denken bij filosofie. Ja. Heb je dat boek gemaakt een beetje in het kader van je studenten? Nee, het is echt helemaal toen uitgeverij Scriptum tegen me zei, je mag een boek schrijven voor ons over vriendschap, wil je dat? Daar heb ik van harte ja gezegd. En het bijzondere erbij was dat het een Catharina-boek moest worden. Dus geen geschiedenis van de filosofie of geen historisch invalshoek. Maar maak nou eens een boek helemaal vanuit jezelf. En ja, dat is wat ik gedaan heb. En dat betekent ook dat het eigenlijk voor iedereen geschikt is. Het is niet voor een doelgroep, voor een wetenschappelijke doelgroep. Het is eigenlijk voor alle Nederlanders bedoeld. Het is voor alle Nederlanders bedoeld. En het is zo opgezet dat alle hoofdstukken op zichzelf staan. Die kun je loslezen. En het is zo opgezet dat je als het ware een soort zelfonderzoek doet van hoe doe ik dat nou in vriendschap? Ja. Waar denk ik daaraan en hoe doe ik dat? En ben ik een goede vriend of verwacht ik te veel van mijn vrienden? Nou, kijk, als we dat boek bekijken en een beetje erheen bladeren, dan vraag ik me af, ja, wat is het? Ja, een hoofdstuk eruit. Wat is een onderwerp waarvan je zegt van, kijk, daar zit de vriendschap. Noem eens iets op uit het boek. Ja, wat ik belangrijk vind, een aspect van vriendschap, is dat je met een vriend een mate van intimiteit opbouwt. Ja. En dat zal voor elke vriend anders zijn. Dat die intimiteit ook grenzen heeft. Ja. Dus dat je niet bijvoorbeeld bij een vriend zomaar aan kunt bellen en zeggen, nou, ik kom vanavond eens bij je eten. Dat is in onze cultuur niet echt gebruikelijk. Maar vrienden die zeggen wel dingen tegen elkaar die ze niet zouden zeggen met niet-vrienden. En dat is die intimiteit, hè? En dat is de intimiteit en daarom staat er ook een hoofdstuk in over openhartigheid en vertrouwen. Want alleen maar als je iemand kunt vertrouwen, dan kun je door openhartig te zijn die intimiteit krijgen. Ja. En daar besteed ik veel aandacht aan. Ik heb hele leuke illustraties gezien. Ja. Van wie zijn die? Die zijn van Stefan Verwij. Ja. En daar ben ik heel trots op. Ja, heb je dat besproken met hem, hoe hij dat moest tekenen, of heb je hem zijn gang laten gaan? Nee, ik mocht uitzoeken uit de collectie die hij had. En daar heb ik een heel stel van uitgekozen. En in overleg met Stefan Verwij zijn er een aantal uitgekozen. En daarna weer in overleg met uitgeverij Scriptum, met Hans Gitman, zijn er illustraties uitgekozen. Die bij dat hoofdstuk, die bij dat hoofdstuk. En het past precies. Ja, ik wil altijd weten bij boeken, als ik dat boek nou gelezen als men dat boek gelezen heeft, wat is men dan wijzer geworden? Nou, dat zal voor iedereen verschillend zijn. Ik hoop dat iedereen die het leest er in ieder geval drie dingen uithaalt. Van daar kan ik mijn voordeel mee doen. En ik weet haast zeker dat dat ook gebeurt. Eén ding, twee dingen, drie dingen, noem ze eens op. Heel in het kort. Dat zou voor iedereen verschillend zijn. Maar bijvoorbeeld één ding zou kunnen zijn, voor iemand heel bevrijdend, dat hij een vriend verloren heeft door echtscheiding, verhuizing of door ruzie. En dat hij denkt, rouwen hoort ook bij vriendschap. Daar wordt weinig over gesproken. Maar als je een vriend verliest, dan ben je echt in de rouw. Dat komt in dit boek aan de orde. Dat komt in dit boek aan de orde. Okay. En ook ontmoetingen, dat is een hoofdstuk van hoe doe je dat, vrienden maken? Ja. En daar ben ik heel duidelijk in. Overal waar je bent, heb je de mogelijkheid om iemand te ontmoeten. Ja. Voordat je filosofie ging studeren, toen je een stuk jonger was, misschien je jeugd, maakt niet uit, was je een vriendenmaker? Jezelf? Ja, ik was een vriendenmaker. Ja? Ik heb er ook heel veel behoefte aan. Was dat de automatisme?
Ja, ik heb altijd op school, meisjesschool, je had altijd vriendinnetjes om je heen. Ja. En ik ontdekte al heel gauw dat in elke wereld waar je was, of het nou sporten was, school, of dat je behoefte had aan mensen om dingen mee te doen. Vandaar ook, mensen hebben mensen nodig. Ja, en daar gaat het boek over. Daar zit ook een hoofdstuk van in, ja. Catharine, ik wens je hartstikke veel succes met je nieuwe boek. Vriendschap, een tweede ik. Ik dank je wel en succes. Dank je.